Vandaag begint de Kinderboekenweek. Het grootste kinderboekenfeest van Nederland. Het thema is, en toen, boeken over geschiedenis. Zullen we de Kinderboekenweek samen gaan openen? Tellen jullie mee? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Als je tijdens de Kinderboekenweek een boek voor €12,50 koopt, krijg je gratis het Kinderboekenweekgeschenk De Diamant van Banjar Maasin van Arend van Dam. Er is ook een prentenboek van Milo Freeman. Tweeling heet het. Wist je dat historische boeken eigenlijk een soort tijdmachines zijn? Ze nemen je mee naar een compleet andere tijd. Ga eens op reis met Dr. Proctor. Ga eens naar het oude Egypte. Met Dummy de Mummy. Of naar de middeleeuwen met kruistocht in spijkerbroek. Of naar de 80-jarige oorlog met Piratenzoon. Naar de Tweede Wereldoorlog met Roald Dahl. Of naar de watersnoodramp van 1953. Je kunt ook naar een heleboel verschillende tijdperken gaan met Prutsers en Pechvogels van de Gouden Grijns. Het boek dat Tosca Mente en ik samen hebben geschreven. En tot slot is er nog Het Piranha-complot, Costa Banana 6. Het boek speelt in het heden, maar de gebeurtenissen zijn absoluut historisch en zullen ongetwijfeld de geschiedenisboekjes van Costa Banana gaan halen. Ik wens jullie een ontzettend fijne Kinderboekenweek!